Meneer Roethoff, bent u er? Ik ben er. Goedemiddag. Nee, goedenavond. Of goedenavond inmiddels. Hoe is het met u? Lekker, ja hoor. Mooi. Even wennen aan de zomertijd, vandaar dat ik nog in de middag zat in mijn gedachten. Ja, ja. Zomertijd met winterse temperaturen. Klopt, klopt. Dat is Nederland, hè? Ja, nee, precies. Nederland heeft geen weer. Je kunt niet zeggen het is koud, het is warm. Het is het telkens aan het worden. Het wordt koud, het wordt warm. Ja, nou, nu even. Op 29 maart gaan de advocaten van Robert van Tricht, die gaan hun pleidooi houden. Ik heb begrepen dat het Openbaar Ministerie al zijn requisitoor gehouden heeft. En de advocaten van Robert van Tricht gaan daarop reageren. Wat denkt u zelf? U heeft de zaak ook, denk ik, redelijk goed gevolgd. Ik heb de zaak bekeken, want het is een zaak van groot belang voor Suriname. Maar zeker niet alleen van meneer Van Tricht. Hè. Kijk, als je kijkt naar het vonnis in deze zaak, dan zou in principe elke bestuurder zijn borst nat moeten maken in Suriname. Want als dit vonnis in stand blijft, dan ben je, wat mij betreft, werkend bij de overheid, bijna vogelvrij. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee te zeggen dat wat nu common practice in Suriname is, niet meer kan. Een groot verwijt bijvoorbeeld in deze zaak is geweest gegeven dat meneer Van Tricht eigenlijk, een beetje zelfstandig wil ik zeggen, hè, bepaalde instanties heeft ingeschakeld, dat hij van zijn kant zonder openbare aanbesteding te houden bepaalde bedrijven heeft ingeschakeld en dat vond de kantonrechter ja juridisch niet kunnen. Als dit blijft staan, dan denk ik dat iedereen die nu in de Surinaamse regering, voor de regering, maar ook bij de banken werkzaam is, eigenlijk niets meer kan. Dan ben je gewoon vleugellam. Of ze maken zich allemaal schuldig aan strafbare feiten. Kijk, ik denk dat het in de praktijk is het nooit zo zwart-wit. Hè? Kijk, ik denk dat we met elkaar eens moeten zijn dat als je steelt, als je zelf bevoordeeld, als je dus geld in je eigen zak steekt, nou, op dat moment, we moeten zeggen, dat is strafbaar. Dat kan niet, dat willen niet, dat moet niet kunnen. Dat is één. Ik denk dat op een gegeven moment, als duidelijk genoeg is dat je personen uit je eigen kring onrechtvaardig bevoordeelt, het niet zo dat je zegt, je benadert iemand die je kent, want je weet dat je goede kwaliteit kan leveren, want je alleen maar iemand op een bepaalde functie zet, een bepaalde job gunt, omdat hij in jouw kringen zit, en ook nog eens daarover iets terugkrijgt, en tjoekoe, zoals dat zo mooi in Suriname, steekpenningen, ja. Dan kan zeggen, dan heb je een probleem. Maar het kale feit, denk ik, dat je op een gegeven moment een instantie, een bedrijf, of wat dan ook benadert, omdat je denkt, zij doen het goed, zij kunnen het goed doen, zij hebben expertise, dat zou wat mij betreft nooit strafbaar mogen zijn. Ja, Robert van Tricht wordt door menigeen gezien als een politieke, destijds als een politieke gevangene. En men zag en ziet het als een politiek proces. Goed, kijk, je zou kunnen zeggen als je kijkt naar het vonnis. Dan is in deze zaak door de kantonrecht als het ware de hele Surinaamse economische malaise op zijn schouders geplaatst. Hè? Het is zodat uitdrukkelijk geoordeeld is dat door zijn handelingen er vergaande nadelige gevolgen zijn die jij eigenlijk het hele land zou echt voor moeten lezen hoor. De strafbare feiten, het gevolg, hebben gevolgen gehad voor de hele economie van het land en het Surinaamse volk en de Surinaamse samenleving. Dus als je dan daarna kijkt, dan zie je dat daarin iets politieks terugkomt. Ik vind het lastig om van deze kant, vanaf de stoel waar ik zit, te zeggen, ja, het was een politiek proces. Maar ik weet wel, ik heb contact gehad met Van Tricht en met anderen in zijn omgeving, hoe die het ervaren hebben. Die hebben het ervaren als een politiek proces. Maar ik vind het lastig om als onafhankelijk en neutraal persoon te zeggen, ja, dat was zo. Maar alleen zeggen dat ik het niet onbegrijpelijk vind, integendeel, dat Van Tricht vindt en de zijne dat het een politiek proces was. Ja, ja. Want ik heb ook begrepen dat hij, toen hij governor was van de centrale bank, dat hij op een gegeven moment voor de keuze stond. Nou ja, de salarissen van de ambtenaren en van de mensen moeten worden doorbetaald. Dus hij zocht
ook op een creatieve wijze naar een oplossing, zonder de staat te benadelen of wie dan ook. En hij heeft zichzelf absoluut niet bevoordeeld, op geen enkele wijze. Dat is inderdaad de vraag, heeft hij zich bevoordeeld of niet? Ja. Wat een beetje kwaad bloed in deze zaak gezet is, denk ik, dat je op een gegeven moment een mooie Range Rover als dienstauto aanschafte. Ik heb niet nagekeken of überhaupt die auto ten koste van de staat gekomen is. Ik geloof niet eens dat het het geval is, maar dat is een punt geweest, hè, dat hij een mooie auto aanschafte. Maar dat een auto van de zaak aangeschaft wordt voor governance, et cetera, is standaard. Dus, maar als je gewoon puur kijkt naar wat er gebeurd is, kijk, de centrale bank, als je gewoon puur kijkt naar de bankwet, wat is een van de taken van de centrale bank? Even technisch, artikel 9f van de bankwet in Suriname, is het bevorderen van een evenwichtige en sociaal-economische ontwikkeling van Suriname. Uitdrukkelijk. Ja. Als je dan verder gaat kijken, dan ligt er een decreet. Een decreet is een Surinaamse wetgeving, hè, uit 1981. Ja. Wat aangegeven is in het decreet dat het taak is het handhaven van een stabiel prijspeil, het scheppen van voldoende werkgelegenheid en het handhaven van evenwicht op de betalingsbalans. Wat gespeeld is in Suriname, wat ook nu nog steeds speelt, hè, wat het gespeeld heeft, is dat het salaris van ambtenaren niet betaald kon worden. Als we weten dat een groot deel van de beroepsbevolking in Suriname ambtenaar is, dan begrijpen we dat het een ramp zou zijn als die mensen hun salaris zouden krijgen. Kijk naar de rellen die we maandag in Suriname hebben gehad. Als salaris niet uitbetaald waren geworden, als de ramp geweest. En inderdaad, in plaats van zeggen, nou, alsjeblieft, hier heb je geld in de staatskas, is inderdaad gekeken naar een constructie. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? En er is geïnvesteerd in onroerend goed. Er is onroerend goed aangekocht van de staat door de centrale bank. Ja. Dan kan je zeggen, valt het onder de taak van de bank? Van mijn kant zeg ik, als je het nader bekijkt, in ieder geval geef je dan SRD's uit, die in de praktijk regelmatig van waarde dalen, en daarvoor neem je terug onroerend goed, waardevast. Overal wereldwijd, hoeveel geld kan ontwaarden, onroerend goed tot altijd zijn waarde. Dus wat dat betreft denk ik, dat je niet kan zeggen dat er verkeerde deal gesloten is. Een soort noodtoestand en een verplichting van de centrale bank om dus de stabiliteit van het land te behouden en te bevorderen. Dat is één van de zaken die vergeten wordt. Er is natuurlijk meer, hè. Als je gewoon verder gaat kijken, kijk wat ik gewoon zeggen kan is. Ik volg natuurlijk de ontwikkeling in Suriname op het gebied van de ontwikkelingen. Ja, precies. Mm-hmm. Als je kijkt naar het bij aantreden van meneer Van Trikt, maart 2019, werd er 8,27 SRD betaald voor 1 euro. Toen hij stopte in januari 2020, was het 7,52 euro. Of sorry, 7,52 SRD voor een euro. Dus iets ongekends, hè, in 1 jaar is de koers naar beneden gegaan in plaats van omhoog. Dat is 1 punt. Als je dat ziet, dan zou je moeten zeggen, maar kennelijk heeft zijn beleid gewerkt. Er is meer geweest. Als je op een gegeven moment verder kijkt, dan zie je dus dat hij in zijn periode contracten met de Fed gesloten heeft, hè, de Federale Bank van Amerika, waardoor op een gegeven moment dollars binnen de Surinaamse economie terechtkwamen. Na zijn aanhouding is dat gestopt, maar het is wel zijn verdienste geweest dat die overeenkomst gesloten kon worden en dat de dollars beschikbaar waren in Suriname. Als we verder gaan, het IMF, waar nu heel veel voor te doen is in Suriname. Het IMF heeft in 2009, dat heeft een rapport uitgeschreven voor 2019, het artikel 4 report, het landenrapport, waarbij op een gegeven moment vol lof geschreven over Suriname en over de lage inflatie, 4,2% over het jaar 2019. Kan je je dat voorstellen? 4,2% in Suriname. In Nederland zaten we afgelopen jaar bijna 10%. In Suriname afgelopen jaar 50%+. Het is bizar om te zien wat een governor die gezorgd heeft voor stabiliteit, die gezorgd heeft voor in ieder geval dit niveau van het handhaven van de koers, dat hij dan wat mij betreft op deze wijze vervolgd is geworden. Je kan zeggen, denk ik, de zaak van de afstand bekijkend, want er zijn keuzes gemaakt waarbij je vraagtekens gaat plaatsen, moest dat zo? Maar het kale feit dat je vraagtekens zet en plaats bij keuzes die gemaakt zijn, maakt nog niet
in de strafbaar feit gepleegd is. Dus het is een bijzondere situatie. En ik denk dat de rechters hier een hele zware dobber aan zullen hebben om dit juridisch goed te wegen. Ja. Als ik het zo hoor, meneer Roethoff, dan denk ik het is dank voor dank. Een beetje wel. Kijk, ja, natuurlijk ook. Kijk, ja, wat natuurlijk ook meespeelt. Wat ik van mijn kant kan zeggen. Ja, maar wacht even. Als ik heel kort mag zeggen, dan alle ruimte voor u, meneer. Heel kort kan zeggen, kijk, als je zegt dank voor dank, zo ervaar meneer Van Trik dat wel. Ik heb met hem gesproken. Ik bedoel, hij zou werken voor 45.000 SRD per maand. Ik geloof de eerste 8 maanden van zijn bestaan als governor heeft hij geen salaris ontvangen. Hij had een bedrijf met een omzet van 2 tot 3 miljoen per jaar, US dollars. Dus als je dat ziet, dan voor hem is het dank voor dank, inderdaad. Voor hem wel. Ja. Meneer Roethoff, ja. We komen zo langzaam maar aan het... Mijn opmerking is het volgende. Ik luister naar u, hoor. Zegt u maar. Ik had nog een vraagje. Ja, oké. Owen, ga je gang. Hoor je me? Slecht. Ik hoor u. Luid en duidelijk. Ja, een vraagje. We hebben natuurlijk... Ja, oké. We hebben die centrale bank natuurlijk al heel lang. Met een heleboel governors. En dan ontstaat er iets wat juridisch bestendig gebruikelijke gang van zaken bij centrale banken in Suriname. Dat weet iedere nieuwe governor ook. Als je afwijkt van die bestendig gebruikelijke gang van zaken... dan loop je natuurlijk zelf het risico dat je het net over de schreef gaat. Kan hem dat niet verweten worden? Kijk, het is zo dat op een gegeven moment als je gewoon puur kijkt naar Suriname de afgelopen jaren, het lijkt op een gegeven moment dat het land en de economie met name zich op een hellend vlak bevindt. En dan kan je zeggen, ik ga het op een bestendige manier doen en ik laat het land naar de afgrond verder afgeleiden. En er zijn mensen die zeggen dat is wat nu gebeurt. Of je zegt, je gaat inderdaad creatief kijken wat je kan betekenen. En het is juist zo dat internationaal gezien, als je kijkt naar Zuid-Afrika en Mexico bijvoorbeeld, hè, juist gezegd worden centrale banken een grote rol zouden moeten krijgen en moeten vervullen bij het op peil houden en stimuleren van de economie. En eigenlijk als ik de zaak bekijk, dan zou je zeggen in dat kader bezien. En wat Trek een soort pionier was. Kijk, strafbare feiten moet je niet plegen. Nimmer. Maar de vraag in deze is dus, kan je hard zeggen dat hij strafbare feiten gepleegd heeft? Ja. En nogmaals, als je dan kijkt, verkoop van panden, dat aankoop van panden was een groot punt. Geld van de bank naar de overheid en panden ervoor in de plaats was een groot punt. Aan de andere kant was een groot punt dat hij op een gegeven moment bepaalde personen en bedrijven benaderd had om rapporten te schrijven. Om adviezen te schrijven. Adviezen eigenlijk waar het land nog steeds het een en ander heeft, hè, is gebeurd. En dat is de vraag, zijn die bedragen niet te hoog? En er is met een Surinaamse bril gekeken naar internationale contracten. En dat vond de rechter te hoog. Maar als je dan kijkt objectief en van afstand naar bedragen die betaald zijn, dan kan niet gezegd worden dat ze niet marktconform waren. Dus... het volgende in deze zaak, nogmaals, ik denk dat de raadsheren, dat de rechters in hoger beroep, hier een hele zware dommer aan zullen hebben om hierin tot een juiste conclusie te komen. Ja, meneer Roethoff, dank u wel, dank u wel. We naderen zo langzaam aan het einde van het interview. Ja. Dank u. Hebt u nog een boodschap voor onze luisteraars in Nederland en in Suriname? Kijk, wat ik van mijn kant van belang vind... toen meneer Van Trik aangehouden werd, was het idee, ja, goed zo, die boef is gepakt. En wat ik in het algemeen wil zeggen is, laat het recht volledig zijn beloop hebben aan de ene kant. Dus laten we afwachten wat een rechter uiteindelijk oordeelt. In laatste instantie wordt je iemand weg van het boef. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant, nadat het vonnis gewezen werd door de kantonrechter, werd geroepen dat dit een politiek proces. Om daarvan zeg ik, laten we het niet te snel roepen. Ik vind dat we ook wat meer respect moeten hebben voor de rechterlijke macht in Suriname. Op een gegeven moment wordt onder zeer moeilijke omstandigheden worden uitspraken gedaan.
En ik vind het bewonderingswaardig dat het eenrechter in haar eentje zo'n uitgebreid vonnis heeft geschreven. Ik ben het dan niet eens met de inhoud van het vonnis. In ieder geval, ze heeft juridische argumenten aangedragen. En mogelijk moeten we in Suriname gaan naar een situatie waar het niet zo kan zijn meer. Dat eenrechter in haar eentje zo'n zware, althans zo'n belangrijke zaak kan beoordelen. Want dat is redelijk apart en redelijk uniek, hè. Dat je één rechter hebt en er eentje die dan het hele beleid, als het ware, van de bank en van de staat gaat beoordelen. Zonder ruggespraak met collega's. Dat zou in Nederland ondenkbaar zijn. Met drie rechters, een meervoudige kamer, zodat ze onderling met elkaar kunnen sparren. En uiteindelijk met elkaar een uitspraak kunnen doen. Ja. Dus wat ik wil meegeven is, mogelijk dat dat systeem in Suriname kan veranderen. En dat je op een gegeven moment zegt, zwaardere zaken, of zaken met een grotere importantie, meer rechters op één zaak die gelijktijdig zijn gaan wikken en wegen. Gelukkig gebeurt het mogen beroep. En laten we kijken wat eruit gaat komen. Ja, oké. Okay. Meneer Rudolf, dank u wel voor het interview. We danken u. En we zijn blij dat u onze luisteraars hebt bijgepraat over de jongste ontwikkelingen. Ook met betrekking tot de zaak tegen Robert van Trict in Suriname. Die in aanstaande 29 maart vervolgd wordt. Dank u wel voor het interview en tot de volgende keer.